Sport en Welzijn organiseerde op 14 mei een sportcafé. LVTV was erbij. We zijn hier vanavond voor het sportcafé georganiseerd door Sport en Welzijn. Een aantal keren per jaar vindt het plaats. En vanavond zijn we bij de Voorburgs Rugby Club. En gaan de sportverenigingen het met elkaar hebben over de invulling van het lokaal sportakkoord. Nou, het idee is dat heel veel bestuurders van sportverenigingen worden uitgenodigd. En die gaan dan met elkaar netwerken en goede ideeën met elkaar uitwisselen. Voor deze keer staat op het programma, er is een nationaal sportakkoord afgesloten. En dat wordt nu vertaald in een lokaal sportakkoord. En daarvoor zijn we nu samen. Het is zo ongelooflijk belangrijk dat we gaan kijken om gewoon kinderen en mensen steeds meer aan het sporten te gaan krijgen. En gelukkig heeft de Rijk dat ook ingezien. Hè? Minister Bruins is gekomen met een nationaal sportakkoord. Tevens geld ter beschikking gesteld voor de invulling van een lokaal sportakkoord. Ja, en ik hoop gewoon dat we gewoon met elkaar doorgaan op de visie voor sport en bewegen die we al hebben als gemeente Leidschendam Voorburg. Dat we daar nog een nadere invulling aan kunnen gaan geven. En de sport nog beter kunnen gaan laten draaien in onze mooie gemeente.